De voorzitter van Stichting 18 September, Hoyte de Raniets, mag vanavond het vrijheidsvuur in Wageningen ontsteken. De Raniets is uitgenodigd omdat Eindhoven en Wageningen allebei het bevrijdingsvuur uit het Franse Bayeux krijgen. Ieder jaar wordt het vuur door een team van wielrenners naar Nederland gebracht. Nou, wij vinden dat zeker een eer dat wij dat natuurlijk vanuit de Eindhoven organisatie mogen doen. En dat wij dat vuur nu eindelijk door kunnen brengen naar Wageningen, zodat heel Nederland dadelijk op 5 mei met het vuur uit de Normandische kusten via de marathonlopers de festiviteiten kan laten beginnen. Dat is natuurlijk een prachtig symbool. Voor het zover is gaan de vlaggen vandaag half stok. Om 8 uur vanavond houdt Eindhoven 2 minuten stilte voor de dodenherdenking. In deze periode van bezinning start ook de inzamelingsactie voor het Oystermonument. Het monument is ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het Sinterklaasbombardement in 1942. Maar het moet nog gemaakt worden en daar is veel geld voor nodig. Nou, we sturen eerst de mensen een brief om uit te leggen waarom we geld inzamelen en waarvoor het is. Daarna, als ze dan daarop positief reageren, dan sturen we een rekeningnummer en een stichtingnaam. En dan kunnen ze hun bijdrage daarop storten. Na het nieuws kunt u kijken naar een special over de dodenherdenking.